Dennis. Oh, hebben we een locatie, ja? Ja. Ik zeg even morgen de dag dan, ja? Morgen, we moeten er vandoor, hoor ik net. Dus we spreken nog, man. Yo, kalm, hè. Yo, yo. Ik rij achter jou aan, Nicky. Ja, dat is helemaal goed, jongen. Roger, roger. Ja, mooi toch. Dan ik hier rechts af. Ja. Links aanhouden. En links aanhouden. Even, kom maar, komt achter ons aan, joh. Ja, mag het hopen van niet, joh. Hey, maak je kijk even uit, joh, Goochem. Zet de motor er even voor. Neus. Meneer, gaat alles goed met u? Waarom zo. Moet ik altijd aangereden? Ja, jij reed ook zo. En denk, je hoort toch een goochzaak om met sirenes, joh, mafkees? Nee, moet je even inhouden, joh. Oh, ik heb toch je geeft gewoon gas bij, jongen, halve tammen. Nou, wat heb je nou weer? Meneer. Dat is altijd hetzelfde met jou ook. De neus die schaafde over de grond. Oh, is het alleen je neus, hoor? Ik denk, je hebt echt wat. Nee. Ik denk, je hebt echt iets, joh. Postcode 7152 en verkeer omhoog. Ik zet de brommer wel even recht, joh, mafkees. Ja. Nou, Nicky, hoe gaat het nou? Gaat het goed? Ja, nou. Ik zie geen grote bloedvlek, dus wat ik al zei, ik heb een helm op, ik heb vogelbescherming aan. Ja, alleen, doekie voor je mond. Alleen, ja, mijn neus dat schaart een beetje over de grond. Oh, is dat het enige zo steun? Ja, nou, we gaan wel even langs de dokter dan, hoor. Ja, nou, de ambulance is al onderweg als het goed is. Dus. Oh, nee, top. Dan doen we dat, joh. Dat is ook goed. Nicky, kan je dan niet even van de weg af, jongens? Kijk, er zo meteen nog een die ambulance op je mel. Oh, kom, van de kant dan. Pas hier niet op dat hij je niet oppakt. Zegt u? Zeker, collega, komt goed. Ja, nee, daar blijf ik even een klein beetje op een afstandje. Hij zal er net ook wel bij geweest zijn, of ja, niet? Nee, dat zal. Anders zou je niet met de bellen rondrijden. Ja, nee, dat... Ik heb je echt helemaal niet gehoord. Ik voelde eerst de klappen, toen hoorde ik pas. Nee, dat kan gebeuren, meneer. Dat is niet, allemaal uw fout. Ja. Ik had u ook beter weg kunnen sturen. Ja, normaal gesproken rijden ze met wat langzamere kilometers over een snelweg heen, of over een kruispunt heen. Hier heeft u een schadevergoeding van mij. Ja, dank u. Oh, ja, dat had niet hoeven, joh. Maar bedankt. Ja, goed. Kijk, daar heb je de ambu. Ik hoor alweer sirene. Kijk, Nicky, dit is nou het geluid van de sirene. Hoor je het? Ja, nou wel. Als er dan als je dit hoort, dan moet je even rustig aandoen. Ja, voor de volgende keer dan ook. Kijk, daar heb je hem al. Oh, rijdt bijna die landen aan, joh. Oh, ik heb er ook een keer gezeten in dat ding. Dat is niet best, hoor. Oh, daar heb je weer die blauwe. Hoezo weer? Collega. Deze is een andere. Is zojuist aangereden door mij. Ja. Mm-hmm. Nou, ik zat in een voertuig. Ik heb nergens echt niet heel veel last van, behalve een blauwe plek op mijn voorhoofd. Maar ik had toch wel een hersenschudding, dus dat is niet anders. Ja, ik heb hem toch al gestart. Nou ja. Dan... Was het niet handig dat ik dat zei? Daar heb je die blauwe weer. Mooie dingen, ja. Ja, het is wat beter, het is wat veiliger. Ja, niet als je dan vervolgens niet kijkt en een kruispunt oversteekt, hoor. Dat doet er niks aan af, hoor. Maar als je in principe zou dit veiliger moeten zijn. Oh, we worden gebeld weer. Jongen, ja, dan zijn we te laat voor die afspraak. Hé. Hey. Dennis, vriend. Je bent aan het video bellen. Kijk, we staan even met deze man. Dus we zitten even in de problemen nu. Kijk. Hoor je me? Kijk, we zitten even in een verkeersongeluk. Nicky is door deze gozer. Ja, het was sirenes aan. Is die van zijn plaat gereden, joh? Die gast kan echt helemaal niks zien, Karel. Oh, hoort hij dat ook, dat je dit zegt, of niet? Nee, dan moet je hem op luidspreker zetten. Oh, nou, doen we dat dan maar niet. Want in ieder geval is hij dus... Karel. Heet die Karel? Nou, het was sirenes aan. Karel Overmans, die moest jij toch hebben? Dat klopt wel. Maar het was sirenes aan. En hij reed gewoon Nicky, die denkt, gang is alles. Rijdt gewoon door, joh. Ja, maar die Nicky is ook wel een NPC, hoor. Ja, die gozer die is echt levensmoe, dat is niet normaal, joh. Wat je
Dat is ander niveau. Maar jij bent ook lekker van de zon aan het genieten, zie ik. Uitzicht. Ja, wij zijn bij postcode 7153, als je even boven vliegt, kun je ons misschien nog zien. Je lijkt wel in de buurt, joh. Ik zie ook waar je bent. Je bent bij Eclipse. Ja, precies. Kijken of we jou kunnen zien dan. Nee. Oh, waar ben je nou? Daro. Achter die boom. Kijk, daar komt hij. Karel. Ja? Je schijnt zo te eten. Boven je. Dit is die gozer met wie ik aan het bellen ben. Mag dat eigenlijk, handsfree in de helikopter? Zijn er regels voor, of niet? Ja. Nou, het is natuurlijk de bedoeling dat ik ik vlieg te laag, maar ik heb er scheid aan. Als hij er daarnaast zit, is niks aan de hand. Oh ja, dat weet ik niet, joh. Waar zie ben hem, jij dan? Wij zitten... Ja. Ik zie je. Ja. Op de kruispunt zitten we bij die boompies. Ja. Boven je. Ja, zover kan ik niet... ik ben geen papegaai, hè? Ik kan niet echt omhoog kijken, hè? Ja, boven het huis. Boven het huis. Boven het huisje. Welk huisje? Even kijken. Links, huisje. Links. Oh, ja. Links. Dit huis. Links. Ja, maar links. Kan niet... Ja. Verder kan ik niet. Nou, rechtboven. Oh, ja. Ja. Zie je, we hebben je. Zie je het? Ja, man. Ja. Lekker, joh. 2000 voet, Karel vraagt of je 2000 voet hebt. 2000 hoeft niet, het moet eigenlijk 1000, maar ik hang op 500. Oh, jij hangt op 500? Nee, dat is dat niet. Dus ga je me, als misschien kan je hem flitsen joh, Karel. Even kijken hoe hard hij gaat joh, flits hem even. Ik ben in de goede bui, dus dat doe ik niet. Oké, top. Nou, Karel, ik ga even verder met mijn, of tenminste, ik ga ook even de piloot ophangen dan. Ja, ik wou zeggen, ja, ik ga je naam niet prijsgeven aan Karel, dus ik hang even de telefoon op, ja, meneer de piloot. Top, ik zie je zo meteen, hè. Ja, eerst wil je nog wat zeggen tegen Karel, of niet? Geef ik het gewoon door. Ja, hij stinkt en dat ik hem kom halen voor jou. Je stinkt en hij komt je halen, Karel. Nou zeg, wat is dat voor... Ja, ik ken hem ook niet hoor. Ik belt anoniem, dus ik weet niet wie het is. Zeg maar, hij heeft ooit deze vandaag jouw G-Wagon gestolen. Echt joh? Ja. Zeg maar dat. Wil je ook nog wat zeggen, blauwe meneer, voor de vlog? Blue, ik hou van jou. Groetjes even. Ik heb veel plezier met de motoren. Hij houdt van jou, Blue. Deze man. Nicky, wil je ook nog even zwaaien of niet? Maar naar wie? Ja, ik zit met die piloot boven ons te bellen, joh. Die in de helikopter zit. Oh, die zag je natuurlijk niet. Ja, ik moet even ophangen, helikopterpiloot. Het gaat helemaal niet goed. Nicky krijgt weer beroerte. Ja, ik heb wat in mijn neus. Oké, yo. Succes met hem. Yo. Hier start hij. Hey, goeiedag. Nou, een goedenavond. Ja, het duurde even. Nick is op zijn mel gegaan, joh. Dat was het ene, want ik ben aangereden door de Kamar. Ja, door de Kamar nog, joh. Ja. Dat is niet heel goed. We hebben iets meer mee dan we hadden afgesproken. Kan dat, of niet? Hangt vanaf hoeveel, man. 250, 1 keer 112 of zoiets, 115 of zoiets. 112. Ja, ik heb... Hoeveel is dat meer dan? 100, nou we zouden 100 meenemen en ik heb 130 mee. En jij dan, Nikkelmans? Ik heb ook 180, sorry. Hoe kan jij nou 180 meenemen, joh? Dat kan toch niet? Nee, 130, excuus. Ja. 50 in je motor, 80 dus in je zak. Dus dat is, in totaal is dat... Ja, we hebben eigenlijk iets van 71 meer mee dan we hadden afgesproken. Oh ja, dat is goed, Oké, nou dan ga ik er, moet ik het in de vrachtwagen leggen of niet? Ja, achterin als dat zou kunnen. Ja, zullen we allemaal aparte stapels maken dan, dat we het kan scheiden? Ja, is goed. Oké. Pak ik rechts boven. Ja, ik weet niet of er al wat zit, joh, maar even kijken eens in die bus. Gewoon eerste, tweede en derde. Oh, is goed.